Het Waterforum Suriname viert vandaag zijn 7-jarig bestaan. Bij de viering van de mijlpaal vandaag in de University Guesthouse heeft het forum de eerste Fernandes Water Scholarship uitgereikt. Deze award ging naar Geneva Becker. Manoj Hindori, voorzitter van het Waterforum Suriname, haalde aan dat deze award uitgereikt wordt aan de student met het best beoordeelde voorstel voor zijn of haar afstudeeronderzoek op het gebied van duurzaam waterbeheer. De bedoeling voor het uitreiken van deze award is volgens hem studenten te stimuleren om onderzoek te doen in de watersector. Want we willen eigenlijk graag dat de studenten, de jongeren van nu de kennis vergaren om later in het, in het professioneel leven met waterbeheer bezig zijn, dat ze gestimuleerd worden om de onderzoeken te kunnen uitvoeren. En vaak weten we ook dat soms gebrek aan fondsen een probleem is om een interessante studie te kunnen uitvoeren. Dus wij hebben toen als Waterforum Suriname hebben we onze partner Stichting Fernandes Social Group Foundation benaderd om die scholarship beschikbaar te stellen. En dat is dit jaar dan voor het eerst dat we het kunnen uitreiken. En we hebben vandaag de winnaar gehad die dan een heel mooi onderzoek gaat uitvoeren. Verder zegt Hindori dat het Waterforum 7 jaar terug als een kleine groep van deskundigen in de watersector is begonnen. Het waren volgens hem mensen die passie hadden voor water. En we zijn gewoon met z'n zevenen begonnen. En we zeggen laten we elkaar ontmoeten, laten we een forum creëren waar we kunnen praten over de watersector en van alle invalshoeken. Of het nou drinkwater is, of landbouwwater, of voor toerisme, of voor milieuomstandigheden. Alle gebieden willen we bij elkaar brengen in zo'n waterforum. En zo zijn we ook breed samengesteld. En toen zijn we gaan beginnen te werken van wat kunnen we betekenen. Natuurlijk kun je als kleine, pas begonnen NGO nog niet heel veel zeggen of betekenen voor de samenleving. Maar je ziet dat we de afgelopen 7 jaar zijn gaan groeien. En we zijn vooral gaan groeien vanwege onze deskundigheid. Want wij kunnen zaken los van politieke of andere inzichten, kunnen we gewoon technisch de watersector van ons land analyseren. De problematiek hebben we in kaart gebracht, maar we hebben ook oplossingen aangedragen. En ik moet zeggen dat langzaam maar zeker er meer bekendheid kwam. Ook bij de overheid, het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, die bij uitstek de trekker is van water als een natural resource. Heeft gezien dat wij een steentje kunnen bijdragen. En ze hebben ons met open armen ontvangen. Voorzitter Manoj Hindori van het Waterforum Suriname. Hij sprak vanmorgen in de University Guesthouse bij de viering van het 7-jarig bestaan van de organisatie.